Yo mensen, mijn naam is Sven. En ik ben Koen. En ik ben Joey Schaak. En vandaag gaan wij een video maken, want wat gaan we doen, Joey? Wat is dat? 100 krasloten kopen in Polen. Klopt, we gaan 100 krasloten kopen in Polen, want wij zijn op dit moment in Polen. Voor op ons hoofdkanaal zijn wij heel veel video's aan het maken en we dachten, hey, waarom niet op ons tweede kanaal een superleuke video samen met Joey? Want we zijn hier 5 dagen met Joey, dus we gaan nu krasloten kopen, namelijk 100 stuks. Kras en win. Nou jongens, we staan bij de pizzeria waar wij 100 krasloten gaan kopen. En wat heb jij in je hand? 50 euro. Met 50 euro gaan wij 100 krasloten kopen. Want ze kosten hier namelijk 50 cent per stuk. En we gaan er 100 kopen, jongens. Het is echt fucking goedkoop trouwens. Het is echt heel goedkoop. Heel superprijs. Echt. Maar daarom is het ook leuk om dit te doen. Maak gewoon 100 keer kans. Wel eventjes een dingetje. Gokken is 18 plus. En geloof me, dit gaan wij nooit meer terugzien. Nee, echt niet. We doen het echt alleen maar omdat we nu in Polen zijn. En we zijn gewoon benieuwd hoe en wat. Dus het is niet verstandig om te gaan gokken. Doe je het wel, doe het gewoon eigenlijk helemaal niet. Nee, niet doen. Zo simpel is het. Wij gaan naar binnen omdat we het leuk vinden. Check. En let's go. Ben benieuwd. Ik ook. Op naar die ton. Het eerste bord wat ik zie is Lotto. Kijk. Maar ik denk wel dat we voor de verschillende loten gaan, of niet? Ja, alles wat een euro kost. Of 1, wat 2, wat 5 cent. 50 cent. Ze hebben er genoeg, man. Ze hebben er echt genoeg. Hier, 7. Maar er moet wel 2 slotty. Die is 5 slotty. 2 slotty. 2 slotty. 2 slotty. Allemaal 2 slotty. Nou. Laten we halen. Ja. Jackpot. Maar ik ben al blij met 15.000 schoppen. Hey, als we dat terugverdienen is al lekker, weet je. Ja, dat is wel leuk. Zou leuk King veel. Het is een boek, man. Het is gewoon een boek. Dit is gewoon echt een boek. Kijk dit. Dit is een boek. Krasloten voor ons, het zijn er namelijk 100 stuks. Klopt. We hebben ze van 1 slotty, 2 slotty en dat was het. En nee, 10 slotty. Ja, kost helemaal niks. Mensen, we gaan krassen. Ik begin met de 1 slotty. Pak wat je pakken kan. We hebben een krassen en let's go. Ja. Hoe werkt het? En als we niks pakken, doen we dat gewoon weggooien. Ja. Hoe weet je wanneer ik heb gewonnen? Geen idee trouwens. Ja. Nee. We kunnen wel gelijk de namen leren van die beestjes. We zitten een beetje met Als je twee dezelfde hebt, zie je hier je bedrag aan de onderkant. Ja. Zo'n 80 slotties win je dus als je een olifantje hebt of twee van de gekke dieren. We zitten met een dingetje. We weten niet echt zo goed hoe het werkt, omdat het zeg maar natuurlijk pols is. Maar we krassen ze allemaal en we zien het wel. Ik wil gewoon twee dezelfde, want dat is dus prijs. Ik heb een giraf. Nee, ik heb een olifant. Meen je niet? Hij heeft een olifant. Ik heb een olifant. Nu komt het bedrag. Niet de prijs. Shit. Twee fucking shit, man. Hey, toch één slot die winst op je lot, hè? Ja. Ik heb ook een olifant! Oei, spannend. Wat wordt het? Het wordt! Ah, jij hebt één slotje. Eén slotje. Laten we die goede hier. Ja, dit is prijs. Oké. Okay. Alles is prijzig. Oké, okay, dan ik weet niet hoe het werkt. Ja, ik ook. Dit is leuk. 1000 slotjes als ik hem heb. Maar niet twee keer dezelfde dieren en ook geen olifant. Niks. Oké, okay. Helaas. Ik heb een olifantje en dat is één slotje. Ja. Ah. Ja, zo. Ja. Joey heeft ook eentje. En! Oh, ik heb 50 slotty. Wow, joh. De munt is leeg, hij doet niet meer. Ja, ik wil een lepeltje, man, ik ga een lepel halen. Ik heb een goede cross. Oké. Oh, kijk, als je deze nummers hebt, volgens mij, en die staan hierin, win je je bedrag. Denk ik. Snappen lief hoe? 13. Die is ook kapot. 13 en 23. Hebben we 13 en 23? Nee. Deze zevens hebben mij tot nu toe wel geholpen al. Ik heb hier 2 slotties. Lekker pik. Hey. We zijn niet hoger gegaan. Hoe werkt dit? Ja, 3 dezelfde lijkt mij. Ja, klopt. Ik heb een bankbiljet. Oh. 2 stuks. 2. Gaan we voor nummer 3? 3. Oh, 4. Heb je er 4? Ja. 8 slotten, jongens. Ja, dat is hoofd. 8 slotten. We hebben een 8 slotten lot. Niet
normaal. Oké, jongens, ik heb hier 3 bankbiljetten en ik moet er nog 4 openkrassen. Als we 4 pakken, hebben we 8 slotties. Pakken we die 5, 500 slotties. Zo. Zet hem op, Koen. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. 8. Oeh, nog 1. Nog 1. Nog Koen. Ah, jammer. Helaas. Maar toch 4. Toch weer 8 slotties. En nog 1 laatste lot. Van Mr. Swan. Oeh, spannend. Ik zie Koen ook al gebeuren dat die prolling misklikt op de laatste lot. En dan weet je wat plus 1? Ja. Ja. Plus 1. Nog een keer. Ja. Plus 1. 1, 2, 3, 4. 4 bank is 8. Dit is een goeie. Dit zijn binnenkort. Dan gaan we goed op die kant op. Hoppakee. Dan 24 slotje al. Zo, we komen in de buurt hoor. Ba-da-da-da-da. Plus 2. Plus 2. Oké, eindstand. Eindstand 76 slotties. Nou, hoeveel slotjes hebben we geïnvesteerd? 200. Gedeeld door 4,26. €17,84 ongeveer hebben we terugverdiend. We hebben €50 betaald. Ja. Ja. Betekent wel dat we een pizzaatje ervan kunnen halen. Ja, 3 ook echt precies. Ja. Ja. Hiervan kunnen we echt slecht scoren, jongens. Heel slecht. Echt, ik had echt het wel beter. Ik had echt geld ik worden. Ik had allemaal een camera af die ik wilde kopen. Helaas, helaas. Maar, niet getreurd, want morgen gaan we terug om deze allemaal in te leveren en dan halen we nieuwe loten. En gaan we natuurlijk gewoon door naar de volgende ronde. Ja, gaan we opnieuw krassen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Oké jongens, het is 1 dag later en we zijn weer aangekomen bij de pizzeria. Ja, jawoel. We hebben hier onze winst. Onze winloten. Het was... 100. Ja, ja 70. Nog geen eens €20. Nee, 70. Het was 17 euro. Jezus, ik ben bijna melding. Nou, we gaan naar onze chickie brickie en dan gaan we alles inleveren. Hé, hey, we zijn gesloten of niet? Of is dit er niet? Oh. Inleveren. En nu wordt alles ingevoerd. Ja, dit is echt kut. Ze moet 1 voor 1 inscannen. En we hebben echt kapot geloten. Want niemand haalt dit. Nee. Maar het erge is dat we nu ook weer nieuwe willen. Omdat dit verder gaat. En dan moeten we even uitzoeken. Welke was nou leuk? Ja. Deze was leuk. Deze. Ja. Ja, ook. Ja, die. Dan halen we gewoon allemaal van die. Ja. En... Kijk jongens, wat geld. Allemaal slot is. 1 achtersloting. Hoppakee. En we moeten er nog een paar. Oké jongens, het is eruit. We hebben op eentje 30 slotties gewonnen. Ja man, op die grote. Ja, op die grote wonnen we 30 slotties. Dus we hebben nu in totaal 93 slotties gewonnen. Dat is bijna €20. Net niet, dat is 18 euro. Nee. Gaan we nieuwe halen? Nou, 1 Rockwa, dat is geen gratis. Ja, als je er 2 hebt, dan heb je gratis lot. Wij dachten bij 1 Rockwa, Kwaya, dan hebben we een lot. Yep, we hebben dure en goedkope. Het duurde best wel lang en het is meer dan we dachten. Want we hadden namelijk 30 slotjes op 1 lot. Ja, we hadden 30 slotjes op 1 lot, dus we hadden een goede prijs. Gaan we even Joey vertellen, zo leuk. Ja. We hadden meer dan we dachten, Joe. Hoeveel? Er zat er eentje tussen. Er zat er eentje tussen met 30 slotjes. 30 slotjes. Zo, dus we zijn gewoon weer op 100. We hebben de helft dus gewonnen. Ja, dus we hebben hier weer een goed 94 slotjes totaal. Dus we hebben duurdere. Zo, die ziet er mooi uit. Die ziet er gewoon, serieus, dit is echt gewoon kinderen lokken, ouwe. Ik ben dat kind, ouwe. Ja, dat is leuk, hè? Die zagen we niet. Deze is echt, kijk hoe mooi, met die glitters en shit. Er was er ook een van 30 slotjes, maar die moesten we bijbetalen. Ik denk, we doen alle winst wat we nu hebben, gaan we daarna van 30 slotjes en denk ik daar eten. Want ze zijn wel heel veel aan het werk, hoor. Voor een beetje een paar van die dingen. Ze zijn hier heel blij mee. Hoe lang heb je hier gezeten? Lang, hè? Joey denkt, ik ga hier. Joey is in slaap. Nee, alsjeblieft. Gaan jullie maar lekker eten. Ja. Ik ga naar Villa Rossa. Wat is Villa Rossa? Weet je, donders goed. Nou jongens, we gaan nu weer naar de markt. Maar jullie gaan zien dat we straks weer thuis zijn. Dan gaan we vanavond lekker krassen. Nou jongens, we zijn weer terug bij de tafel. We hebben hier de loten. We hadden ongeveer 100 slotties. Iets minder. Iets minder dan 100 slotties. We hadden er eentje van 30 zoals jullie hadden gezien. Meer dan we dachten. We beginnen met de goedkope. En die doen we als laatste. Deze. Dat is de duurdere. Deze. En we zijn ook erg moe. We zijn heel moe echt. We hebben echt... Dit is de 4e video van vandaag met de Stavers naast alweer. Ja. Maar goed. 4 video's opgenomen in 1 dag. Nou, dat is niet goed hè. Ik zag krassen en wie weet pakken we nu wel die 350.000 slotties. Klopt. En dan ben ik wel wakker.
Oeh. Oh, 2 keer 50.000, 2 keer 500, 2 keer 50. Hoeveel moet je er zelf hebben? 3 of niet? Ik heb 2 slot nu. Hoeveel moet je er zelf hebben? 3. Nog 1,50. 2. We krijgen 2. Sowieso, ja. Ja, 2. Maar misschien nog 1,50. Oeh. 2 slotten. We hebben tot nu toe op geen enkel lot winst gemaakt. Ik heb hier er nog en die gaan we nu eventjes van close-up overkrassen kijken wat onze prijs is. Yes. Daar gaan we. 2 slotty. Nou. Op de stapel. We maken geen winst. 2 slotty. Kom op, we moeten toch wel even. Kom op. Kom op. 77 slotty. Nee, is die jongen. Kijk. Deze man, ik was stil van. Zo, deze kan niet helemaal knossen. Weer deze lot. 2 slotty. 2 slotty. Nou, reken dit uit. Dit is een hele slechte. Heel slecht. Dit is echt... heel erg. Maar we hebben nog hele duur, hè? 5 slotty per stuk, jongens. Zal ik er even eentje openmaken? Kijk wat ik heb. Ja. Oké, jongens. We hebben gekrast. Ja. En de eindstand is als volgt. 5, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Dus dat is 20. 24 slotty. 2, 4 en in totaal dus 24 slotty. Nou, ja. En we maakten van €50 25 euro, van €25 €12. Elke keer de helft. Maar ja, helaas. Je bent gewoon de helft van je geld kwijt. Dus jongens, zo zien jullie ook maar thuis. Koop geen krasloten, want dit papier dat is gewoon zonde van je geld. Ja. Je wint echt niks. Als je 2 slotties wint of 6 of 10, nou, het schiet niet op. Klopt, we wouden dit gewoon eventjes proberen, want we dachten, wie weet, winnen we wat. En we zitten in Polen, dat het gewoon echt goedkoop is om deze loot te kopen. Want dit kost 50 cent en dat heb je niet in Nederland. Nee, daarom voor zulke loten. Dus daarom dachten we, maken een krasvideo, want dat hadden we van Pranksters natuurlijk. Pranksters, oftewel, ja, zijn goede vrienden van ons. En die vinden het helemaal niet erg dat wij hun idee hebben gejat. Want we dachten, we zitten in Polen, ik appte met hun, dus ik dacht, hey, goed idee om het eventjes te doen. Maar ja, 24 slotty, ik denk dat we het inleveren en gewoon aan de verkoper geven, want wij hebben er echt helemaal niks aan. Want die verkoper heeft echt zoveel moeite gedaan, dus ze zeggen, ja, die blijft inscannen, mag je houden, succes erbij. Ja, ook. Mensen, bedankt voor het kijken, Joey ligt al te slapen, ja. Maar Joey was mede-investeerder van deze video. Abonneer eventjes op Volgas met Joey, zijn kanaal staat hieronder in de beschrijving en aan het einde van deze video, want hij is de hele politiek mee geweest. Mensen, bedankt voor het kijken. Slaap lekker.